Binnenkort ondergaat u een buik- of longoperatie. Deze informatievideo gaat over wat u kunt verwachten op het gebied van fysiotherapie. Voor de operatie is het uitvoeren van goed doorademen van belang. Het verkleint de kans op complicaties na de operatie. Hierbij kan gedacht worden aan een longontsteking. Ademhalingsoefeningen spelen een belangrijke rol bij het herstel na uw operatie. Na de operatie kunt u pijnklachten of een gezwollen buik ervaren. Hierdoor kan de ademhaling minder goed of minder diep zijn. Er kan ook sprake zijn van slijmophoping dat in de luchtwegen ontstaat. Delen van de longen kunnen worden afgesloten. Hierin kunnen bacteriën gaan groeien. Het slijm moet worden opgehoest zodat de bacteriën ook worden verwijderd en de kans op complicaties verminderd. We willen een aantal ademhalingsoefeningen met u doornemen welke hierbij kunnen helpen. Adem 3 tot 5 keer zo diep mogelijk in. Houd de adem even 2 seconden vast en adem langzaam weer uit, waarbij u uw lippen een beetje tuit, zodat u tegen een weerstand uitblaast. Hoe snel? Dat leert u snel en vanzelf. Uw longen moeten zoveel mogelijk leeg zijn als u opnieuw inademt. Zodra u een ademprikkel krijgt en die komt vanzelf, ademt u weer diep in. Houdt u de adem weer vast en blaast u weer langzaam uit tegen de getuite lippen. Door te blazen tegen de getuite lippen verplaatst u slijm vanuit de verre diepte van uw longen naar de grotere luchtwegen. Hierna probeert u normaal in te ademen en stoot u de ingeademde lucht in één keer zo krachtig mogelijk uit, met open mond. Wij noemen dat huffen en voor u is dat dezelfde techniek die u ook zou gebruiken om bijvoorbeeld een raam of uw brilglazen te laten beslaan. Dit herhaalt u 1 of 2 keer. Als er slijm is verplaatst door uw eerste doorademoefening, dan kunt u een hoestreflex krijgen. Dat wordt zo. Probeer met één krachtige hoest het slijm op te hoesten. Er is helemaal niets op tegen om dit slijm door te slikken. Het komt dan in de maag. Eén keer krachtig hoesten is veel effectiever dan met 2, 3 of nog meer kleinere kuchjes. U kunt met de handen rond de wond of pijnlijke plek tegendruk bieden. Bieden de handen te weinig tegendruk, dan kunt u ook gebruik maken van een kussentje om de borstkas of buik over de wond heen ter ondersteuning bij het hoesten. Hierdoor wordt de druk minder en is het hoesten makkelijker. Met huffen en hoesten transporteert u slijm van ongeveer halverwege de luchtwegen naar buiten. En daarvoor moet u ook de zwaartekracht overwinnen. Bemerkt u door het huffen geen slijm? Dan hoeft u ook niet te hoesten. U bent voor nu dan ook klaar. De eerste dagen doet u onderstaande oefeningen ieder wakker uur. Wanneer de frequentie van de ademhaling omhoog gaat, is er vaak sprake van een snelle en oppervlakkige ademhaling, die ook wel borstademhaling genoemd wordt. Door de wond, de pijn en door de narcose is uw ademhaling niet precies zoals voor de operatie. U ademt minder diep in, dus ook minder tot helemaal niet vanuit de buik. Uw ademhaling is daardoor ook korter. Door gebruik te maken van de buikademhaling kunt u dieper inademen. De buikademhaling gaat als volgt. Leg uw handen op uw buik en adem 3 seconden in. Houd uw adem even vast en adem vervolgens 5 seconden uit. Merk hoe uw buik boller wordt bij elke inademing en uw hand wegduwt. Het verschil tussen een buik- en longoperatie is dat tijdens een longoperatie de ribben gespreid worden. Hierdoor ervaart u vaak spierpijn en een gevoel van gekneusde ribben. Ook is er sprake van drains in de longen om wondvocht en eventuele lucht af te voeren. Door de drains kunt u de arm en schouder aan de geopereerde zijde minder gaan gebruiken, waardoor de longblaasjes aan die zijde minder goed worden gebruikt en de ademhaling moeilijker verloopt. Deze factoren dragen bij dat na een longoperatie de ademhalingsoefeningen nog belangrijker zijn. De fysiotherapeut komt een dag na de operatie bij u aan bed om de ademhalingsoefeningen nogmaals met u door te nemen. Er wordt ook gestart met het mobiliseren. Dit is het uit bed gaan en een stukje lopen. Dit is belangrijk om zo snel mogelijk te doen. Het vermindert de kans op complicaties zoals trombose en voorkomt spierkrachtverlies.
Tijdens het mobiliseren wordt ook de ademhaling gestimuleerd. De bedhouding. Niet volledig plat liggen, hoofdsteun iets omhoog en regelmatig wisselen van houding. Verplaatsing van bed naar stoel gebeurt samen met de verpleging of de fysiotherapeut op de dag van de operatie of de eerste dag na de operatie. Het zitten in de stoel wordt per dag uitgebreid in tijd. Het lopen wordt per dag uitgebreid in afstand. We willen u nog een aantal algemene adviezen meegeven voor na de operatie. Tijdens het uit bed komen rolt u eerst op uw zij. Hierbij duwt u zichzelf omhoog met de steun van de elleboog en de hand. Tegelijkertijd laat u uw benen uit bed zakken. Hierbij let u op het blijven doorademen. Tijdens het opstaan vanuit een stoel of bed mag u de voeten op heupbreedte zetten. Met de billen mag u op het puntje van de stoel of de bedrand zitten. Buig met gestrekte rug naar voren en duw uzelf vanuit de benen omhoog. Kom omhoog terwijl u uitademt. Tijdens het bukken zet u uw voeten op heupbreedte. U zakt met rechte rug door beide knieën, alsof u op een stoel gaat zitten. Hierbij gaan de billen naar achteren. Bij het omhoog komen duwt u uzelf omhoog vanuit de benen. Tijdens het tillen houdt u de last dicht tegen u aan. Hierbij draait u vanuit de benen en niet vanuit de rug. Tijdens het traplopen duwt u uzelf omhoog vanuit de benen. U kunt de trap eventueel treden voor treden nemen of doorstappen. U gebruikt de leuning alleen voor het evenwicht en niet om uzelf omhoog te trekken. De eerste 6 weken na de operatie mag u geen zware werkzaamheden verrichten. Niet zwaar tillen, minder dan 5 kilo, niet stofzuigen, geen boodschappen tillen of ander zwaar huishoudelijk werk verrichten. Geen sporten beoefenen met veel lichamelijke inspanning, geen contactsporten. Wandelen is hierentegen wel een goede activiteit om te verrichten. Belangrijk punt om mee te nemen is dat u rust en activiteit op elkaar afstemt. De buikdrukregulatie is een belangrijk onderdeel om mee te nemen. Tijdens dagelijkse activiteiten is verhoging van druk in de buik heel normaal. Tijdens het bukken, kracht zetten, persen, hoesten, lachen en springen wordt de ademhaling vastgezet. Dit is ook het geval bij gewone inademing. Na de operatie is er een wond aanwezig in het buikgebied, waardoor het van belang is om de druk laag te houden, om het sneller te laten genezen, ook van binnen. Hierdoor neemt de kans op complicaties zoals een wondbreuk af. Tijdens activiteiten moet u vooral de eerste periode er goed op letten dat u doorademt. Mocht u naar aanleiding van deze informatievideo nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling fysiotherapie in het Gelre Ziekenhuis.